André Hazes heeft zijn wassenbeeld in Madame Tessoots in Amsterdam een opvallende make-over gegeven. De jongste telg van de Hazes-familie deelt trots op Instagram enkele foto's van het vernieuwde beeld, waarbij zijn gezicht weer springlevend lijkt. Kijk eens wie er een touch-up heeft gekregen, schrijft de zanger enthousiast bij de foto's. Naast het nieuws over zijn opgefriste wassen evenbeeld heeft André nog meer in petto voor zijn fans. Aan het begin van de week onthulde hij dat hij op clubtour gaat. Met veel anticipatie deelde hij op Instagram, dit jaar wordt één groot feest. Wat en waar precies? Dat onthul ik vrijdag om 12 uur. Heb jij enig idee wat je op die verborgen plekken kunt verwachten? Laat het me weten in de reacties. Wie het juist raadt, krijgt iets heel speciaals. Naast zijn muzikale avonturen heeft André ook andere projecten op stapel staan. Onlangs was hij samen met zijn neef Jarno in New York voor de opnames van een gloednieuwe documentaire. De neven waren echter niet alleen serieus aan het werk, maar zorgden ook voor wat ondeugende streken richting Rachel Hazes, zoals te zien zal zijn in de documentaire. Al met al blijft André Hazes vol enthousiasme en verrassingen zijn fans boeien, zowel met zijn muziek als met zijn diverse projecten.